Goeiedag. In het tweede deel van de inrijpoort gezondheid en welzijn stimuleren nemen we jullie mee in het ICF-schema en de gezondheidspatronen van Gordon. Hier zie je nog even onze tuin, ons dashboard. En het gaat in stimuleren van gezondheid en welzijn over de 8 oranje doelen. We bekijken de gezondheidspatronen van Gordon en ICF van naderbij. En hebben ook een lesontwerp gemaakt voor jullie dat we graag straks even ook toelichten. Hoe kijken wij naar mensen? Ik stel mezelf graag even voor en dan heb ik het over gewicht, leeftijd, het samenwerken van mijn hersenen, mijn hartslag, mijn temperatuur. Maar ik ben meer dan lichamelijke kenmerken. Ook mijn omgeving, wat je doet, waar je aan deelneemt, doet ertoe. Niet alleen het lichamelijke kenmerken spelen een rol. Nochtans is dit de manier waarop in de zorg vaak naar mensen wordt gekeken. Je zicht op de totale mens. Als leerlingen zichzelf voorstellen, zou je dit schema als leidraad kunnen gebruiken. Hoe krijg je zicht op het functioneren van die totale mens? Hiervoor gebruiken we het ICF-schema of het International Classification of Functioning, waarbij we op een evidence-based manier gegevens over het totaal functioneren van iemand verzamelen. ICF is een denkkader waarbij je op basis van verzamelde gegevens volgens Gordon het functioneren in kaart brengt. In de tweede graad gebruiken we dus eerder ICF. De gezondheidspatronen van Gordon worden gebruikt in de zorg, moeten leerlingen kennen als kader, maar verder gaan we er niets mee doen. Vanwaar is er die noodzaak nu? ICF komt niet uit de lucht gevallen. We moeten het kaderen in een groter geheel. Namelijk het wereldbeeld. De wereld om ons heen verandert voortdurend en heeft een invloed op die mens. Ook het wereld- en mensbeeld veranderen en dat zagen we al eerder. We gaan van een Newtoniaans mensbeeld naar een holistische mensbeeld waarbij het gezondheidsprobleem niet meer centraal stond, maar waar we gaan naar een totaal functioneren. We gaan van een medisch model naar een biopsychosociaal model. Ook de visie op gezondheid verandert. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt gezondheid is een toestand van volledig fysiek, sociaal en mentaal welbevinden en niet enkel de afwezigheid van ziekte. En zoals ik net zei, gaan we van medisch naar een biopsychosociaal of holistisch model. Ook de visie op zorg verandert. We gaan naar een totaalvisie en ook hier hadden we het al over. Elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ze beïnvloeden elkaar ook voortdurend. Als we dan kijken naar holistisch, dynamisch, emancipatorisch, altijd in samenhang of in wisselwerking met die omgeving. Nu willen we die totale mens in kaart brengen, maar hoe gaan we dat dan doen? Wel, dan hebben we een klassificatie nodig. Of een logische onderordening van termen waarmee we het menselijk functioneren in kaart brengen. Binnen de gezondheidszorg gebruikt men de gezondheidspatronen van Gordon. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde klassificatie of een kader om totale gezondheid volgens de holistische mensvisie in kaart te brengen. Gordon was een Amerikaans professor in de verpleegkunde die een klassificatie ontworpen heeft om die totale gezondheid in kaart te brengen. We gaan gegevens verzamelen vanuit een casus, maar vanuit de zorg. Het is een eerste stap binnen het methodisch handelen en het bestaat uit 11 soorten. Hier kan je de patronen zien staan. We hebben dit schema gebruikt van een school die dit visueel gemaakt heeft. Dit zijn de 11 patronen en in het leerplan Zorg en Welzijn zijn er 6 opgenomen. De andere zijn opgenomen in andere leerplannen, namelijk MAVO, Natuurwetenschappen, in het GFL. Het zijn aspecten van de totaalzorg. En in de derde graad komen al die patronen terug in functie van zorg en als kader om naar de totale persoon te kijken. In de tweede graad gaan we dit kader alleen gebruiken om aan te tonen welke stelsels onder welk patroon vallen. Hier kan je dan zien op dit schema welke stelsels onder welk patroon vallen. Leerlingen moeten dit niet van buiten kennen, maar wel telkens de verschillende stelsels erin kunnen situeren. Wat is nu de relatie tussen de gezondheidspatronen van Gordon en ICF?
Men gaat in de zorg de mens in kaart brengen vanuit observatie aan de hand van die gezondheidspatronen van Gordon. Aangezien de mens in voortdurende wisselwerking staat met de omgeving, moeten we ook daar zicht op krijgen. Om nu dat functioneren in kaart te brengen, gebruikt men ICF. Het is een biopsychosociaal model, namelijk lichaam, geest en sociaal gegevens zit erin verwerkt. Het brengt de verzamelde gegevens van Gordon in kaart, waardoor je een duidelijk zicht krijgt op het functioneren en op eventuele problemen. Het schema dat je hier ziet, is wat de leerlingen in de derde graad moeten weten, kennen en kunnen. En zie je ook hoe Gordon en ICF samenhangen. In de tweede graad gaan we dit schema niet gebruiken. Hoe moeten we dit nu zien binnen onze onderwijspraktijk in de tweede graad? Wel, je gaat een aantal patronen van Gordon aan bod laten komen. Deze patronen zelf moeten niet gekend zijn, wel de stelsels. Bij ICF gebruik je best een vereenvoudigd schema vanuit wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de anderen. Maar let op, we blijven bij de gezonde mens binnen de gezinscontext. Hier ga ik verder met een uitleg over het ICF-schema en het brengt gegevens omtrent lichaam en functies in kaart, welke activiteiten we doen, met wie we ze doen. En zo krijgen we een zicht op het functioneren van mensen. ICF brengt ook externe factoren, of die omgeving in kaart, en de persoonlijke factoren. Op die manier krijgen we zicht op het volledige functioneren van mensen en welke ondersteuningsnoden ontstaan wanneer er functioneringsproblemen zijn. Ik zoom kort even in op de verschillende elementen van de ICF vanuit de casus van de leerling van de klas, Sarah, die haar arm gebroken heeft, of Caro met het gebroken hart. Het eerste zijn de functies en anatomische eigenschappen en functies zijn fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. Bijvoorbeeld goed zien, hoog kunnen springen, kracht hebben. Anatomische eigenschappen zijn anatomische delen van het lichaam, zoals organen, ledematen en hun componenten. Bijvoorbeeld grote, lange benen hebben, zwart haar. En stoornissen zijn dan afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. En in ons geval gaat het hier dan over Sarah die een arm gebroken heeft. Activiteit is de uitvoering van een taak of actie door een individu, bijvoorbeeld eten, slapen, lezen, communiceren. En voor specifiek Sarah dan gaat het over, normaal gaat zij volleyballen bij een club, ze gaat ook naar school, maar in dit geval krijgen we dan een beperking in een aantal activiteiten. Participatie gaat over het sociale perspectief van functioneren, met wie doe je die activiteiten. En dan gaat het hier specifiek over vrienden van de volleybal, medeleerlingen op school, in het gezin, eventueel een vriendje. En bij Sarah kan niet meer met vrienden gaan volleyballen en heeft dus een klein participatieprobleem. Externe of omgevingsfactoren zijn factoren uit de fysieke, sociale en culturele omgeving. Die liggen dus buiten het individu en dat kan het gaan over opvoeding, sociale achtergrond, godsdienst. Bijvoorbeeld in Sarah haar geval, ze heeft twee zussen, haar ouders werken allebei. Ze woont dicht bij de school en kan te voet gaan. Omgevingsfactoren die kunnen een ondersteunende of een belemmerende invloed hebben op iemands functioneren. En in het geval van Sarah, zij kan gewoon naar school gaan, heeft geen ondersteuning thuis, maar de buurvrouw komt bijvoorbeeld wel eten brengen. Persoonlijke factoren hebben te maken met de individuele achtergrond en ik denk dan aan leeftijd, ras, geslacht, sociaal-economische status, opleiding, culturele achtergrond, leefstijl zoals voedingsgewoonten, roken, bewegingsgewoonten. En voor Sarah, zij is 15 jaar, doet graag aan sport, wil graag haar vrienden zien, vindt beweging belangrijk, let op haar voeding enzovoort. Hier zie je dan een eenvoudig ICF-schema en als je kijkt naar de begindia waar leerlingen zich kunnen voorstellen, dan herken je daar al heel goed de onderdelen van het ICF-schema. De leerling merkt daar nog niet dat hij bezig is met ICF, maar kan als opstap gebruikt worden om er dan mee kennis te maken.
Je kan leerlingen wat ondersteunen bij het invullen van het ICF-schema en hen dit schema geven om zichzelf in kaart te brengen of om het functioneren van anderen in kaart te brengen, onder andere ook wensen en behoeften, hieruit distilleren. Hoe je deze oefening aanbrengt, toon ik straks in een uitgewerkt lesontwerp rond positief kijken naar gezondheid. Welke leerplandoelen kunnen we koppelen aan ICF en de gezondheidspatronen van Gordon? Het is niet de bedoeling om leerlingen daar constant mee lastig te vallen en bij elke oefening Gordon en ICF aan te bieden. Er is telkens wel een verwijzing in het leerplan van waar je het kan inzetten. Bijvoorbeeld bij leerplandoel 13 wordt verwezen naar leerplandoel 14, maar omgekeerd niet. Je verwijst dus naar het schema van Gordon dat omhoog hangt in de klas bij het behandelen van de stelsels. En telkens als het gaat over wensen en behoeften in kaart brengen, kan je wel ICF gebruiken. Ook leerplandoel 20, informeren bij anderen naar behoeften en wensen, zou je ICF kunnen inzetten, maar is absoluut niet altijd noodzakelijk. Op deze dia vind je nog wat extra uitleg of duiding bij leerplandoel 13. Deze uitleg vind je ook in het leerplan zelf bij de wenken. Hier staan een aantal spelen ter kennismaking opgesomd, een aantal voorbeelden uitgewerkt. Bijvoorbeeld, je zou een mobiele kunnen maken ter illustratie, een portfolio waarbij je je eigen competenties in kaart brengt met behulp van concrete voorbeelden. Je zou een ecogram kunnen maken waarbij je het sociale netwerk in kaart brengt. En je zou een fluisterlijstje kunnen maken of allerlei andere activiteiten doen. Om jullie wat extra te ondersteunen, werkten we voor jullie een project uit rond die leerplandoelen die hier vermeld staan, met als doel inderdaad positief te kijken naar gezondheid en waarin je kennis maakt met het ICF-schema. In het boek Gezond en Wel met dank aan de wetenschap staat in verband met gezondheid de volgende definitie. Gezond leven is zo evenwichtig mogelijk evolueren om te kunnen blijven doen waar je gelukkig van wordt, met een maximale levenskwaliteit. Je zou deze instap kunnen starten met een stukje uit deze reeks over winnaars van Koen Wouters, gezonde persoon met een beperking en als teaser gebruiken. Verder zou je aan je leerlingen kunnen vragen wat betekent gezondheid voor jou? En achter de volgende link zitten een aantal filmpjes waar kinderen vertellen wat gezondheid voor hen betekent. Om leerlingen wat meer taal te geven rond gezondheid, zou je dit testje kunnen doen, test mijn positieve gezondheid, waarbij je kijkt vanuit een aantal onderdelen, namelijk lichamelijke functies, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit, het meedoen en het dagelijks functioneren, kan je in kaart brengen via een spinnenweb en zo eens breder kijken naar gezondheid dan alleen maar je goed voelen in je vel. Hier gaan we verder werken met de definitie. Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte. Je zou kunnen vragen, klopt deze definitie? Leerlingen geven argumenten waarom ze akkoord gaan, waarom ze niet akkoord gaan. Je zou die pro en contra's dan op het bord kunnen noteren en leerlingen voorbeelden kunnen laten geven uit het filmpje. Of eigen voorbeelden. Bijvoorbeeld een grootvader die af en toe last heeft van stramme spieren en zich toch kiplekker voelt, is deze persoon gezond? Of de dokter zegt dat je kerngezond bent, maar je voelt je wat eenzaam in sommige tijden. Laat leerlingen zelf nog wat andere voorbeelden geven. Een werkvorm die je kan gebruiken om pro's en contra's uit te werken of te beargumenteren. Kan je vinden bij JAPO. In dit stukje van de oefening ga je het ICF-model ontdekken. Gebruik een eenvoudige casus waarbij je bij deel 1 gaat starten vanuit het schema van wie ben ik, om dan over te gaan naar dat ICF-schema voor de tweede graad. Leerlingen kunnen de betekenis opzoeken van de verschillende onderdelen van het ICF-model, noteren op een grote flap met voorbeelden erbij. Je kan die flappen op de grond leggen, of plakken en een vierkant maken met tape op de grond.
In deel 2 ga je dan die verschillende elementen van het ICF-kader laten uitwerken per groepje. Eén persoon per groepje gaat dan zijn onderdeeltje voorstellen aan een ander groepje. En dan kan je zo verder gaan, jezelf in het ICF-schema zetten. Een ouder, een grootouder, een klasgenoot. We stellen voor om genoeg lege kaders te voorzien, met eventueel een aantal richtvragen erbij, hulpvragen erbij. En zo kunnen leerlingen aan de slag gaan met het ICF-model. Op deze dia rechts zie je een mobiele die gemaakt is met krimpfolie, die je kan omhoog hangen in de klas per leerling. Je kan ook het gezondheidsprofiel van verschillende mensen doorheen verschillende leeftijdsfasen bekijken. En dan zitten we aan leerplan doel 31. Je kan ook een aantal conclusies trekken. Je zou kunnen vragen, wat kan er gebeuren om de gezondheid van deze persoon te bevorderen? Met andere woorden, hoe kijk jij positief naar gezondheid? Je kan die flappen terug op de grond leggen. Het hefboomprincipe uitleggen met behulp van voorbeelden. Ik denk maar aan de leerlingen komen terug van de speelplaats en je ziet dat er ruzie geweest is. Probeer eens via het ICF-schema en je mobiel omhoog te hangen om te zien dat er een aantal onregelmatigheden zijn. Als laatste extra stukje kan je teruggaan naar de inleiding, naar het stukje van overwinnaars. Vervolgens nogmaals een ICF-schema laten invullen voor de persoon met een beperking. En de vraag hierbij is dan, kan deze persoon zich gezond voelen ondanks zijn beperking? En wat biedt dan kansen voor deze persoon om zich beter of gezonder te voelen? En dan zit je in het ICF-schema in persoonlijke en externe factoren, activiteiten en participatie. Gezond en wel met dank aan de wetenschap is een heel goed boek om inspiratie uit te halen. Men werkt hier bijvoorbeeld regelmatig met fact-checks, onder andere in deel 1 rond voeding, hier ook met een link naar leerplan doel 7 en 8, methodisch werken, hygiënisch werken. Men werkt ook met checkboxen, bijvoorbeeld hoe je een koelkast goed kan inrichten. Bijvoorbeeld ook bij mentale gezondheid staat een schema rond de totaalvisie op de mens met extra duiding rond sociaal, fysieke en geestelijke gezondheid enzovoort. Het is een boek dat je zelf kan gebruiken als achtergrond. Het is geen naslagwerk voor leerlingen. En dan als laatste verwijs ik ook hier graag nog eventjes naar onze website en de plaats waar je al het materiaal kan vinden.